We zijn hier in het mooie en landelijke Workel en Schaft, waar het Vliegerfestival dit weekend wordt gehouden. Vliegeren is niet alleen een kinderspel van vroeger, maar het geldt ook voor de jeugd van tegenwoordig. Martijn, goedemorgen, voorzitter van het Vliegerfestival Valkenswaard. Hoeveel vliegeraars doen er dit weekend mee en komen ze alleen uit Nederland? We hebben ongeveer 65 vliegeraars uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Dus het is heel verschillend. Ja, we hebben gelukkig diverse landen en diverse vliegeraars hier. En welke vliegers worden er getoond? Kun je iets vertellen? Ik denk aan bijvoorbeeld de kleur, de grootte, de creatie. Ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Creaties, mensen bedenken zoveel als zelf. Dus vormen die je nergens anders ziet. Mensen hebben iets in hun hoofd en zorgen ervoor dat het een vlieger wordt. Kleuren zijn natuurlijk helemaal oneindig. En ja, groottes van 25 centimeter tot 25 meter, afhankelijk van de wind. En de wind, is die goed nu? Is het goed vliegen weer? Nee, het waait voor ons iets te weinig. Het zou iets meer mogen zijn. Maar de vliegers gaan toch goed omhoog, zie ik? Ja, er gaan her en der wat vliegers omhoog. Iedereen doet wel zijn best, maar ja, we zijn afhankelijk van het weer. Voor de kinderen, zijn er nog speciale activiteiten? Ja, kinderen kunnen bij ons in de tent natuurlijk een eigen vliegertje maken. Ze kunnen meedoen aan onze kleurwedstrijd. We gaan proberen, als de wind het toelaat, om straks nog wat snoep uit vliegers te laten vallen. Dus ja, volop plezier voor de kinderen. Als ik nu zeg, tot slot, van je moet hier geweest zijn. Wat zeg je dan? Ja, zeker weten. Scott, wat leuk, jij bent ook hier. Hoe vind je het? Heel leuk. Ja, wat vind je zo leuk? Vliegers. De vliegers. De vliegers. Heb je zelf ook al een vlieger gemaakt? Ja. En hoe ziet hij eruit? Hij is heel groot. En hij is zo groot. En dan is hij met alle kleur. Heb je die alleen gemaakt of met papa en mama? Papa en mama. Daan, jij bent als vrijwilliger denk ik hier, sta je in de winkel. Ja. Wat is er allemaal te koop in deze winkel? We hebben van alles van kindervliegers tot grote vliegers, eenlijners, tweelijners. We hebben eigenlijk van alles. En hoe loopt de verkoop? Loopt het al lekker? Het loopt lekker. Het weertje is ook goed, de temperatuur is goed. Hopelijk ietsjes meer wind en dan komt er wat meer bezoekers, komen er ook meer klanten. Ja. Nicole, ik loop hier langs en ik vind het een heel mooi gezicht, maar wat stelt er nou precies voor? Wij noemen dat in de vliegerwereld, wij noemen dat kleine banners. We hebben grote banners, kleine banners. En de bedoeling is dat zij deel uitmaken van wat wij noemen dan de windtuin. En de windtuin is iets wat zich op de grond beweegt. En zoals nu het geval is, als er niet zo heel veel wind is, dan is er voor het publiek eigenlijk toch nog wel iets te zien op de grond. En ik heb gebruik gemaakt van een bepaald idee om personages uit te beelden. Dus op de hoek daar is Mondriaan. Ik heb ook Prins, David Bowie. Dus mensen kunnen dan, als ze willen, ook de bepaalde karakters, de bepaalde personages herkennen. En dat maakt het eigenlijk ook wel een beetje leuk. Goedemiddag. Ik zie u actief bezig met de vliegers. De vraag is, waarom doet u mee met dit vliegenfestival? Nou, dit doe ik eigenlijk al sinds 1997. Toen waren er mensen, kennissen van mij, en die gingen vliegeren. Ik zeg, nou, dat deed ik ook toen ik 12 was. Maar die zeiden van, nee, je moet eens een keer komen kijken. En vliegen is gewoon hartstikke leuk. Het is een leuke bezigheid en allerlei kleuren. En iedereen is bezig bij elkaar rondom een weiland. En het is gewoon hartstikke gezellig. Dus ik dacht, nou ja, het zal wel. Dus, maar wij toch een keer gaan kijken en vanaf dat moment zijn we eigenlijk verkocht en gaan we regelmatig in Nederland naar vliegerfeesten. Een vliegerfestival is net hoe deze noemt. En daar kun je op inschrijven en dan kun je meestal op een weiland, kun je in een hele grote kring bij elkaar staan. Wordt er binnenin wordt er gevliegerd en al die kleuren en die molentjes enzovoorts enzovoorts. Kinderen vinden dat fantastisch. En ja, wij zijn eigenlijk ook verkocht en dan gaan wij enkele keren per jaar gaan we met de caravan gaan wij op pad.
En links en rechts kopen we een keer vliegers. We maken wel eens ooit zelf vliegers, maar er zijn er maar een paar. Maar er zijn mensen bij die het gewoon als grote hobby sowieso doen. Ja. En heeft u ook contact met de andere vliegeraars? Ja, wij hebben verschillende vliegeraars waar wij regelmatig contact mee hebben. De meeste zien wij wel elke keer op vliegerfestivals terug. Wat wel opvalt is dat de jeugd, de aanwas, zeg maar, de instroom, die wordt steeds minder. En de mensen worden natuurlijk ouder en ouder en op een gegeven moment houdt het een keer op. Dus ja, het zou jammer zijn als zoiets dergelijks ging verdwijnen, maar je weet het natuurlijk nooit. Maar wij proberen het gewoon zo lang mogelijk vol te houden. Ja, prima. Veel succes erbij. Wat maakt het nou zo leuk aan het vliegen? Het leukste is ervan, als je iets zelf gebouwd en het hangt in de lucht, kun je ervan genieten. En wij zijn dan juist toevallig nog broers, dus familietime. Gaat u naar ieder festival, vliegenfestival? Wij doen het regelmatig enkel per jaar, hè? In het buitenland, Duitsland, Nederland, bij ons in België. En wij zoeken ze wel een beetje uit hoe het ons past. En u bent aan het genieten, zie ik, maar u bent ook aan het werken. Ja, het blijft een beetje werken. Je moet wat spanning op de lijn houden, anders valt de vlieger omlaag. Dus het is een beetje genieten. We genieten van de zon, we genieten van elkaars gezelschap. We zijn broers. Het is altijd een beetje quality tijd, familie tijd. Dat is er tussendoor. Anders, ja, wanneer kom je elkaar tegen? Hè? Bij sterfgevallen of als er eens een geboorte wordt. Maar wij zien elkaar zo. Dat sterkt de familieband dan ook natuurlijk weer. Hè? Dus dat is ook heel gezellig, denk ik. Ja, het is heel gezellig. Ja. Samen zitten we samen. Doen we een potje kaarten of we drinken een pulsje erbij. We amuseren ons. Hè. We ook, doen...